Al dat doe de koe, Biezenbazen is fier op de nieuwe cd. Het is meteen ook de start van Biezenbazen 2.0. Het is ook een cd van een nieuwe bezetting. Nieuwe bezetting van Biezenbazen. Ik ben dezelfde gebleven. Maar de andere leden, Peter en Wim, en ook de andere Wim, onze keyboardspeler, zijn nieuw. En dat komt ook omdat de mensen die voorheen in Biezenbazen zaten, met andere dingen bezig waren. Ook door corona, een soort overlevingsmodus, andere dingen gaan zoeken. En ik wou dat album maken. Dus we hebben dat nu met de nieuwe bezetting gedaan. En het klinkt, voor mij klinkt hij als, ja, het is een kindje, hè. Gelijk elk liedje, gelijk elk album. Ik voel eens aan de conversors. Ik ben een voort vol slap gelul. Ik voel van communicatie worden maar. Ik begin al bij het schrijven. Hè. Ik denk dat ik nu een betere liedjeschrijver ben dan dat ik 20 jaar geleden was. Of 19 jaar geleden bij het eerste album. Dus ik evolueer. Ook de muzikanten zijn anderen en komen uit andere stijlen. Dus iedereen heeft zijn invulling. Textueel, ja, je kunt niet blijven over Bompa zingen of over een goele of over een Loetse Wolke Zoetse. Dus je zoekt andere dingen op en dan komt het tot resultaten die inderdaad anders klinken. En gelukkig maar, want anders moet maar één album draaien. Hè. Ik verloog nooit het Biezenbazen van in het begin. Soms denk ik wel een keer als ik zo nog een oude nummer hoor van oh, dat had ook anders kunnen zingen of oei oei oei, dat is een beetje rudimentair. Langs de andere kant, de mensen vinden het nog altijd tof. Oh, er zijn heel veel muzikale projecten waar wij mee bezig zijn, maar in het Gentse om dus Biezenbazen zijn we al aan het denken naar het volgende en dat zal net nog iets anders zijn dan wat we nu doen. Het zal misschien niet louter muziek zijn, het zal altijd rond de muziek blijven draaien, maar we zijn al aan het schrijven aan iets volgends en we hopen dat het weer verrassend gaat zijn. Ja.